Op 22 mei zijn 15 arrestanten in het cellenhuis van Nieuwe Haven positief getest op COVID-19 en zijn geswapt. Familieleden van de arrestanten hebben contact opgenomen met advocaat Maureen Nipte, die enkele van ze als cliënt heeft. Zij vindt het een ernstige situatie, daarin in het cellenhuis geen ruimte is om personen af te zonderen, geen ventilatie en ook geen mogelijkheid om afstand te houden. Dit cellenhuis heeft een capaciteit van maximaal 50 arrestanten. Intussen zijn daar 78 arrestanten ingesloten. Intussen gaat er een video rond op social media van een arrestant die beelden van de situatie heeft vastgelegd en een schets geeft van de situatie daar. In Burkata Kudiwam, Paolo Pris, Jasudanga Corona, Jatuikilanga Bobos met Jabena, Taktok Mode Jasubos met Anga Corona. Is dat wat ook? De man is Pananga Unex, de Melibuko Unex, Sokumina, Papa Brazil, Walo Fake News, de Medepota Media, van de Mede Profsa. Next, de man is het hier. We de dina presi. Is afat. We de dina ma papa presi era na minister wa fa nu era da ki RFC ficha ye piko gu era no adresi next. De me ko shwa pu. De me te se shwa. So so para se tamol. Para se tamol na ki hate de. O de me li bu ina sem presi pu de ja so de ma ne spango ye era brada era. Is afat ok we de de. Or si me de de era. Is afat o mino de misre fina o meting ba mino de misre fi afat o. En mino ako de dina strafu ere jida ki eri sabato mi sabtak me duwa ma papa ubri konja so ma wis fano fano sma libi mi tek konja. Isa fato, me be gina nga la respecti nga nga saka fasi ere. Me be gi wan fa kondre ere isa fato, kulu ko sa odu guja so ere. Isa fato, ude ja na tu wiki la ngagba, nek sune yeri. Na so shwab de me ko shwab uja so de ma strefe pote taku de positif ma tok ite de mani mek no awer ke fisa fato. Dina nga di moro nga moro mange fokopi na presi ere isa fato. Isa fato. No me fde ma jano ma une ma siri bi brada bi chatra ma ko la bo ma na la mi vesi za be ko bol bol ne fo ma na la mi vesi ko bonyo bonyo ba kama. Isa fato. Be cha ku fet le ko bom bok la juk ma na serious thing man. Isa fato no ko lo sma next minute meri next minute si brada isa fato. No rshi ere da. Ya ma mi ne sa suma na de hi hi ma se se tere brada ere ma ulu ku fa o se tere brada ere we de dina ma pa pa presi ere brada ere. Ya ma safa do ko ni de ma kofisite ru ko de ma kofisite ko ti de telefoon ya so in bad camera be na o me ma in bad camera te sa wete ga ma mai libu wet me ko stick dape na di da de ma go a corona lisa de ma kofisite ru na to ya to ka me ko te ka telefoon ku to no ko ri ere we ko kopi ere or shi ere na lek na fa kes kes de ma bag de ma chabu lek wa kes kes wa no kes kes ere lek de ma se ta or do gulu ere we ko kop jere sa so wa du ere ma ni ere tuk ba do ko te kam ma pa pa telefoon tuk ba ma mi se fi ta kana telefoon me ku ere mi na ye pi ma fa nu da nga ma pa pa ye pi ma fa nu du me de demi ma Mais de demi man un espango jale magis lek na espresa kuni u ko ko tesu yo sta ko a corona kuni li bom ma pa pa fu de dagis lek ubri ti fa a corona mi man wi sa a straf ma re bradare i sa fato u de era sta ki era maniere we de dina ma pa pa presi era man kuya ku da pe mai fo ko da pe corona de mai tag de ma potu apart ala ma de sa ma lu kuya Het korpspolitie Suriname heeft bekendgemaakt dat vanaf zondag 23 mei tot nader orde er geen arrestantenverkeer zal plaatsvinden van en naar het politiebureau Nieuwe Haven. Dit vanwege de uitbraak van COVID-19 virus in het cellenhuis. 25 arrestanten die positief zijn getest op het virus werden op 25 mei overgebracht naar het cellenhuis Houtuin. Helaas heeft de politie van Houtuin voetbijstig gehouden dat de besmette mensen niet welkom zijn. Alle arrestanten zijn teruggebracht naar het cellenhuis Nieuwe Haven.